Medewerkers van het ministerie van LVV worden intensief onderricht in de Marcoussa-teelt. Afgelopen maandag is op het ministerie een vijfdaagse workshop van start gegaan, waarbij een internationale deskundige uit Brazilië hen de nodige hulpmiddelen meegeeft betreffende het deskundig telen van Marcoussa. De bedoeling is dat het aangeleerde door de participanten uiteindelijk op deskundige wijze dusdanig wordt overgebracht op Marcoussa-telers in Suriname, dat zij het niet alleen begrijpen, maar ook op de correcte wijze toepassen in de praktijk ten einde de productie te verhogen. De Nationale Commissie Decent Work heeft woensdag een seminar gehouden voor vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Het doel van dit seminar was om de uitvoering van het derde Decent Work Country Program met elkaar te bespreken. Daarbij zijn er goede afspraken met elkaar gemaakt over de prioriteiten, uitvoer, resultaten en de vereiste indicatoren. Minister McAndrew benadrukte dat wij als land de plicht hebben om te werken aan de vier pilaren van het concept Decent Work, die de grondslag vormen voor sociale dialoog, sociale protectie, creatieve werkgelegenheid en arbeidswetgeving. Het PTC mag zich voor de komende 3 jaren weer ISO 9001-2015 gecertificeerd noemen. Dit is een bijzondere mijlpaal voor het PTC om in haar 26-jarig bestaan het vierde ISO-certificeringstraject behaald te hebben. Deze ontwikkeling weerspiegelt dat het PTC een procesmatige manier van werken waarborgt, die ertoe leidt dat producten en diensten op kwalitatieve wijze worden geleverd. Het instituut zal continu blijven werken aan verbetering van de kwaliteit van haar dienstverlening.